Jij bent dus eigenlijk gewoon een ster in Zuid-Korea. Gek, hè? Ik vind het ontzettend leuk dat het gewoon allemaal gebeurt en dat het ook lukt en dat ze van alles nog wat meemaakt. Nee, dat vind ik echt gek. Multitalent Na-young heeft Koreaanse ouders, maar is geboren en getogen in Den Haag. Ze rolt al tijdens haar muziekopleiding de musicalwereld in. En al snel wordt ze gevraagd een hoofdrol in Zuid-Korea te spelen. Inmiddels is haar cv flink aangevuld, maar ze vindt het nog altijd heerlijk om terug in Den Haag te zijn en oude vrienden op te zoeken. Jij bent dus eigenlijk gewoon een ster in Zuid-Korea. Gek, hè? Bijna alle vrouwen van zo ongeveer de 20 tot en met 40 gaan naar musicals. Maar ja, het is heel populair daar. Maar het begint allemaal aan de vleugel van Kees. Elke week van mijn 4e tot mijn 17e ben ik hier op les geweest bij Kees. Ja. Je hebt toch wel snel door dat er gewoon iets bijzonders aan de hand is. En je zit dingen uit te leggen en je speelt dingetjes voor. En alles landt op een of andere manier. En dat is niet altijd zo natuurlijk. Ik heb er ook wel met vrienden over gehad dat je het hebt. Ik heb iemand die echt wel meer is dan gemiddeld, zeg maar. En je wil dat je dat niet, om het maar even simpel te zeggen, verpest. Ja, want je kan ook te veel pushen, dus ik dacht, dat ga ik allemaal niet doen. Ik maakte wel een beetje foutjes. Ja, joh. Ik heb nog altijd heel veel dromen. Ik vind New York ook nog steeds echt te gek. Maar als ik dan weer zo op mijn fietsje hier in Den Haag ben en oude vrienden zie en bij Kees op bezoek en piano spelen. Goh, misschien moet mijn thuisbasis toch gewoon Nederland zijn. Je moet vooral doorgaan met de dingen doen die je graag wil doen. Ja. Dus dat is wel een leuke rol. Ook dankbaar dat je die rol mag spelen, zeg maar.